Oh, ik ben bijna dood, joh. Handen laten zien. Mes laat... Persoon, ga je dan invloed? Gaat er ook direct vandoor voor de collega's. Oh, ga je ook al invloed of zo, pannenkoek? Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elder Speedy van Amor. Vandaag ga ik op pad met de Touran 2016 en met het stuurtje wat ik nu dus gebruik, de Logitech G29 moet ik zeggen. Dus als dat maar goed gaat, ik hoop het. Dit is Wim, kennen Wim inmiddels wel. Leuke dingetjes, ik weet niet of ik het volledig kan gaan gebruiken. Nou, knipperlicht links, knipperlicht rechts. Nou, in zijn drive zetten, rem loslaten. Je kunt in het midden allemaal zien waar ik de rem en zo bedien. Ik zal hem even zo vrij zetten. Nou, gas, je kunt zien hoe ik stuur. Achteruit, vooruit. En als je dus de rem loslaat, dan gaat hij al rollen. Zoals een echte automaat. Voor de rest zullen we even blauw controle doen. Of eigenlijk volledige voertuigcontrole. Ik weet niet wat zijn S is. We gaan het eens bekijken. Ik weet niet of het schakelt of niet. We zijn in ieder geval vertrokken. Oranje nog even. Ja. Het gaat even wennen zijn. Sorry, ik heb mijn stem wennen. Het gaat even wennen zijn, zeker. 12.01. In achtervolging en zo. Maar we gaan het zien. Oh, ik moet zelf schakelen, dat is ook wel vet. Met de flippers. Dus je kunt hem in zijn... In de automaat kun je hem sowieso ook nog zelf bedienen. Dan zet je hem in zijn drive en dan ga je naar links. Dan zet je hem sowieso in de S, zoals hier dus ook staat. Hallo, reis door. En dan kun je nog zelf schakelen. Dus nu zet ik hem in zijn 2. Toen ik de dienst meedraaide bij de politie... Toen deden ze dat. Dus dat is ja, dat is wel leuk. Ze hebben echt de hele dag alleen maar gereden met de Jano. Oh, nu schakel ik op. Oh, dit wordt nog even wennen. Knip licht uit. Deze motor zetten we even aan de kant voor een burn-out. Sowieso niet handig met een motor. En geen kenteken. Goedendag. Hey. Waarom de burn-out? Ik probeer gewoon mijn voertuig uit te testen, agent. Ik wil graag een rijbewijs zien. Louis, oké. Goed, Louis. Mag in ieder geval niet verder rijden zonder kenteken. En je krijgt van mij een bekeuring voor het... voor de burn-out. Even kijken. Even afstappen. En ik ga een keuring uitschrijven. En ja, het is allemaal niet verplicht, maar ik zou echt iets doen aan je motorkleding. Dus je moet verder lopen. En nu zul je zien tot hij weer opstapt. Maar dat is even niet anders. Gaan wij kijk eens wat hier staat. Bullshit. Een motor zonder kenteken. Zet de volging, motorrijder.
ook een snelheid. Oh, dit gaat niet goed. Uit, afstappen. Okay. Aan de kant mensen. Ik krijg zeg maar met spoed. Heb je nou veel op? Nee. Ben je? Achtervolging over de parkeerplaats. Dit is een verdomde moeilijk met dat stuur, kan ik je zeggen. Waarschijnlijk hoor je mij echt... Ik moet even opschakelen. Hij klinkt alleen niet lekker. Mini, kijk nou, kom dat eraan. Ja, dat wordt hem niet. Of wel, ja. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required on a Portola Drive. Unit to respond code 3. Oké, we gaan over op automaat. We hebben hem terug in zijn drive gezet. En hij schakelt zelf. Want ik ben te druk bezig met dat schakelen. En nu schakelt hij gewoon perfect, zeg maar. Aan de kant. Oké, op dit moment zijn we hem kwijt. Oh, kut. Oh, nee. Oké, op dit moment zijn we hem kwijt. Ja, tuurlijk. Motor kwijtgeraakt, we hebben geen kenteken kunnen opschrijven. Ja, ik denk dat we hem met controller en zo wel lang hadden gepakt, maar dit vind ik echt gewoon veel leuker. Het is echt wel een uitdaging. Dus meldkamer zijn weer inzetbaar. 12-01-13, 12-01-13. Oké, kogelwerende vesten kort aangetrokken. Dat wil zeggen kogelwerend en dan met een korte mouwen.
we komen hier aan bij een overval. Niet helemaal duidelijk of een overvalalarm is of een daadwerkelijke overval. Nee, daadwerkelijk. Hoeveel man? Oh, het zijn er twee ook nog. En met camera graag geen netjes erbij. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got an officer requiring assistance in downtown Vinewood. 1202 OC, we komen eraan. AT ook al opgeroepen. Ja, ik hoor wel iets. Ik kan niet meer raken! Ik kan niet meer raken! We hebben nog een pillen. Oh, we zijn dood joh! Laten zien. Handen omhoog. Oké, dan doe ik het maar. Zo, als die maar had geraakt was ik dood geweest. Hoe was de schade? Nou, Vest heeft veel opgevangen. Natuurlijk even naar binnen. Hallo, oh het waren ook twee. Ik denk dat ze twee overvallen hebben ingespawnd. Normaal staat er maar één, maar er staan ook twee man, mensen, vrouwen achter de balie. Oké. Okay. Heel veel collega's hier te plaatsen. Oh, dat is wel chill, hij gaat wel automatisch de bocht heb gemaakt, gaat de knipperlicht uit. Ik kom er niet pas achter, dus misschien doen we wel nog eens. Ik moet er even aan gaan wennen. Maar als ik daar eenmaal aan gewend ben, dan kan ik denk ik wel het knipperlicht mooi gaan gebruiken. Het zit alleen zeg maar niet, het zit zeg maar om een stuur. Dus of ja, logisch om een stuur met twee knopjes om een stuur. En is niet de flippers achter. Jij naar links zou willen en ik doe flipper naar links. Voor knippelig zou dat ideaal zijn, maar die gebruiken al voor te schakelen. Snap je, dus flipper nu naar voren is in zijn drive. Linker flipper is nu naar zijn neutraal en recht, nog een keer links is nu naar de achteruit. Nu weer rechts, rechts en dan staat hij weer in zijn drive. Dus vandaar dat, ja, dat is dan wel onhandig. Ik kan hiermee nog mijn motor uitzetten met die knop. Ja, ja, tuurlijk. Wie schiet er? Wie schiet er? Hij schiet.
Oh shit, wat doen we? Wat? Ik ga met de plaats, twee verdachten uitgeschakeld. Ik ga een ambulance te plaatsen. Hij stelt het gebied veilig. Oké. Okay. Stop, je bent er. Mag mij ook nog even helpen meteen. Even kijken. Ja, zeg dat. Thanks. Mom's right. I should move to Vice City. Ga mijn reverse. Oh, niet gas. Ga mijn. Let's go. Nu weer vrij voor meldingen. Meldkamer. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2, 8, India, Juliet, Tango, 2, 4, 6. No, 1099. 1201, that's 1201. 1, Lincoln, 18. We've got a person carrying a knife on Howard Avenue. De route kwam niet door, maar nu wel. We gaan omdraaien. Oh, even handen laten zien, staan blijven. Staan blijven. Handen laten zien. Mes laat. Laat kamer taser inzet, graag eenetje erbij. Stoppen. Nogmaals taser inzet, meldkamer. Liggen. Mes laten vallen. Elke verdachte beweging wordt er vanaf nu geschoten met een vuurwapen. Heb je dat begrijpen? Heel goed. Jij mag opstaan meneer, heeft niks gedaan. Tenzij u ook wil worden aangehouden. Een collega vraagt om uw assistentie. We naar het bureau gebracht, maar niet te antwoord verplicht. Recht hem advocaat. De voorlopigheid is toegewezen van het Openbaar Ministerie. Mijn collega gaat het brengen. Oké. Nadeel is wel van de mod, als je eenmaal instapt, doet dus de deur niet meer dicht. Als je vol gas geeft, dan gaat hij wel dicht. Dat is het hem niet. Maar soms ook met in alle haast stap je in en dan wil je, dan gaat de deur niet dicht en dan rij je met een open deur die maar open en dicht blijft klapperen. Persoon rijdt onder invloed, gaat er ook direct vandoor voor de collega's. Oh, ga je ook onder invloed of zo, pannenkoek? Achtervolging ingezet, knipperlicht wordt nog wel aangedacht, maar niet volledig. Ik ga hem kwijtraken waarschijnlijk. Daar rijdt echt mokertje hard. Ja, ik ben kwijtgeraakt. Nee, ik dacht misschien dat ik in de buurt kom. Nu iedereen weer van waarom is mijn knipperlicht kapot? Ik geloof dat mijn knipperlicht kapot is. Ja, links is kapot. Nou, dat komt natuurlijk door de aanrijding denk ik. Dat is vrij. Meldingwinkel, boef. Winkeldiefstal, heterdaad.
Verdere info ontbreekt, lijkt rustig. Wij gaan daarom niet prio 1, maar gewoon priootje 2. Een veilige is te plaatsen. We staan even rechts voor gesorteerd voor rechtdoor. Ik had ook best laat door. Maar goed, vrijstelling, dan mag dat. Links vrij, rechts vrij. Ah, ook groen licht. Rij eens door. Zo, de plaats 12-9. What's that? What, thanks. Goedendag, hallo. Ja, de persoon is straight silence van Dimmers. En het ben van Sturdo. We gaan even ID zien, rijbewijs, paspoort, alles is goed. Ik ga van tevoren alvast vertellen, ik ben aangehouden voor winkeldiefstal, ik ben niet antwoord verplicht, ik heb recht op mijn advocaat. Kun je niet voorloven, krijgt er eentje. Je gaat toch niet in een winkel, godverdomme, met een agent vechten, hè. Staan blijven, zet de voet te voet. Geen eenheidjes te plaatsen. Staan blijven hier. Zo, au. Goed. Staan blijven. Ik kan niet op E. En ze is onzichtbaar. Ga met deze. Goed. Mijn luisteraar wil me voelen. Ik ben aangehouden voor diefstal. Niet te antwoord verplicht. Recht op een advocaat heb ik allemaal verteld. Ga die nog eens herhalen. En het politiebureau. En hij heeft een winkelverbod. Ja? Ik denk dat ik bijna niet bij mag hebben. Verifiëren. Okay. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 6, 3, Victor, Kilo, Oscar, 1, 9, 5. Ja, ik zag het gebeuren. Wat doen met je hoedje op? Sorry. Foute keuze om via rechts te gaan. Oké. Oh, sorry.
Leef je nog? Ja, hij leeft nog. Mooi. Staan blijven. Ik kan weer niet met E. Waarom kan ik niet met E? Nee, dan maar weer deze. Of ja, niet deze. Goed. Liggen. Aangehouden. Ik kan eerst de E indrukken. Nou goed, ik ben aangehouden. En ik ben niet dan verplicht. Mensen, heel bedankt voor het kijken. Of ze een hele leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen weer bij een nieuwe video. En ik moet zeggen, ja. Het is even wennen. Maar ik hoop dat jullie wel ook leuk vinden met het stuur. Binnenkort natuurlijk dag 200. Met waarschijnlijk wel een hele vette verrassing voor jullie. Ik hou het geheim. Ik zie jullie dan. Doei.